Op papier lijkt dit een makkelijke wedstrijd, maar op de grasmat was dit eerder een moeilijke wedstrijd. Ja, klopt. We wisten dat ze een blok gingen zetten net voor de 16 en dan is het soms moeilijk om daar door te geraken. Kijk, gelukkig is dat tweede helft gelukt. En hoe beleefde je zelf die wedstrijd? Het liep niet vanzelf, maar er zaten toch wel kansen in? Ja, de eerste helft hebben we wel een paar kansjes gehad, maar ja, ongelukkig ook een bal van mij die dan tegen de paal vliegt. Alweer, ik heb er al een paar tegen de paal geschoten. En het hangt een beetje af van details soms en soms zit geluk niet mee dan persoonlijk. En ik hoop dat dat snel keert. Hè. En is er een optie om die paal een paar centimeters op te schuiven? Moest dat kunnen op het moment zelf, zou ik dat heel graag willen doen. Maar ja, kijk, ik zeg, het hangt af van details soms. Kruipt dat in je hoofd, die paal die elke keer in de weg staat? Ja, tuurlijk. Ik kon al een paar doelpunten gehad hebben. Dan heb ik natuurlijk direct het publiek mee. En voorlopig is dat nog niet echt het geval. En ik hoop dat ik dat snel kan keren. Dus. Voel je stress in de kleedkamers? Nu, er zijn nog maar twee wedstrijden te spelen en er hangt nog wel heel veel van af. Ja, er is wel een enige nervositeit ook, omdat Eupen niet zoveel laat liggen de laatste tijd. Gisteren nu wel, gelukkig. Maar we zitten in een volle titelstrijd. En iedereen gaat ontgoocheld zijn als we geen kampioen spelen. Dus er is wel enige druk. Hè. Maar at the end of the row, zoals we zeggen in het Engels, dan wie wordt er dan kampioen? Ja, wij natuurlijk. Hè. Ja.